hallo, welkom bij Ensemble Video. Ik ben Carolina van Foodiness en vandaag op het menu een maaltijdssalade met kip en avocado. En om er een echte maaltijdssalade van te maken, voegen we er vandaag wat quinoa aan toe. Nou, wat hebben we allemaal nodig? Zoals ik al zei, quinoa. Dit is natuurlijk ontzettend populair, want het is een onwijs goede bron van eiwitten. Grote kip natuurlijk. Avocado. Ik heb wat gemengde sla genomen met een beetje rucola erbij. Cherry tomaatjes. Pijnboompitjes. En die heb ik al eventjes gebakken. Peper, olijfolie. En dan gaan we beginnen. Nou, allereerst gaan we de quinoa natuurlijk koken. Heb ik klaarstaan, kopje quinoa, breng wat water aan de kook in een pannetje. Voeg de quinoa toe. En laat het even voor 12 minuutjes koken. Zo, ik heb de quinoa afgegoten naar 12 minuutjes koken. Dus die kunnen we nu gaan gebruiken. Nou, je kan zoveel quinoa opscheppen als je zelf wilt. Vervolgens de sla. Cherry tomaatjes. Nou, ik vind het altijd lekker om ze even te snijden. Oké, nou verder kun je het gewoon lekker gaan versieren. Dus de grote kip kan erbij. Stukjes avocado. Nou, de pijnboompitjes. Het geeft een lekkere nootachtige bite aan je salade. Voor de dressing gebruik ik gewoon olijfolie. Heel simpel. Wat peper. En als laatste een bosuitje. En zoals mijn oma dat altijd voordeed, knip ik die. Dus geen mes of moeilijk snijwerk, gewoon met een schaartje. En voilà, dan zijn we klaar. Maaltijdssalade, lekker voor de lunch, lekker voor avondeten. En ook heel makkelijk om mee te nemen onderweg naar je werk of naar school. Nou, dan gaan we even proeven. Lekker. Nou, bedankt voor het kijken. Dit was de serie Koken met Foodiness. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet even alle andere gezonde receptjes terug te kijken. En anders zie ik je heel snel weer voor nog meer gezondheid, fitness en more. Doeg!